Dat is de ware drift die in zit. Absoluut, ja. Dat is, ja, het is bijna een ziekte. Breda Nu. Goedemorgen Frank, we staan hier bij een schilderij van jou, je hebt er hier meer. En ik heb begrepen van William, de galerie-eigenaar, dat dit bijzonder gemaakt is. Kan je er iets over vertellen? Tuurlijk. Of dat het bijzonder gemaakt is, dat weet ik niet precies. Maar het is wel mijn eigen techniek, eigen stijl dat ik heb ontwikkeld. Het is allemaal begonnen met een opleiding in het grafische. En de tekeningen die dat ik maakte op de computer, die kreeg ik niet vertaald met de huidige materialen tot iets tastbaars. Moet je heel even uitleggen, de huidige materialen? Ik bedoel, er is zoveel. Zaken zoals olieverf op doek en autoverven en al dat soort dingen. Je kunt tegenwoordig eigenlijk vanuit alle industrieën iets nemen om iets nieuws te maken. Maar zoals het nu is... zoals het computerscherm eigenlijk is, het lichtgevende dat erin zit, het weerspiegelende van het plexiglas, dat had ik nog niet zo gezien en dat wilde ik graag verder ontwikkelen. Dat is dan misschien wat ik bedoel met dat specifieke. Dus ja. Maar ik begreep ook dat je het niet erop schildert, maar aan de achterkant bezig bent. Ja inderdaad. Beetje gespiekt van de oude technieken, schilderen op glas. Dat was ook langs de achterzijde van het glas, in spiegelbeeld opgebouwd, in laagjes op elkaar. En ik dacht, dat kan ik in een modern jasje steken met het plexiglas eigenlijk. Dus je hebt in feite een techniek die al bestond, die al eeuwenlang bestaat, omgezet een nieuwe techniek voor plexiglas? In principe wel. Het ding is, ik zeg altijd, bestaande materialen zorgen voor bestaande technieken. En er zijn nu zoveel nieuwe materialen waar er nog niet veel nieuwe technieken mee zijn gedaan. En ja, zeker tegenwoordig is het allemaal veel toegankelijker voor een particulier ook om aan die materialen te geraken. Ik denk niet dat iemand begin 2000 zelfs echt heel gemakkelijk aan grote stukken plexiglas kon komen. Tenzij dat je al iemand kende in een bepaald bedrijf of iets dergelijks. En ja, nu wel. Nu is het allemaal via het internet te bestellen. Het komt thuis toe en je experimenteert. Maar nu heb je het over het formaat. Ik bedoel, daar had ik niet eens aan gedacht. Ja. Maar jij wil ook graag op groot formaat, want al jouw schilderijen, daar komen we daar nog even, zijn vrij groot. Klopt. Vooral voor de serie De John en Jane Doe, zoals het werk dat hier hangt, het heeft wat volume nodig. De stijl heeft wat volume nodig om wat afstand te kunnen nemen. Maken we dit in het klein, het verliest een beetje zijn charme, zijn impact. Die charme die het nu wel heeft, waarom verliest hij het dan als hij kleiner is? Vooral omdat het wordt gecomprimeerd naar iets klein en de vlakken verdwijnen. En dan wordt het eigenlijk meer alsof dat het in elkaar overvloeit. En dat is niet wat dat ik wilde. Ik wilde wel heel duidelijk laten zien, het zijn allemaal aparte kleurvlakken. Elk vlakje is ook specifiek met dat precieze kleur gekozen en gemengd geweest. Dat misschien voor de kijker niet zo opvallend is, maar voor mij in het geheel wel heel belangrijk is. Zonder al te technisch te worden, hoe kom je dan aan die enorme vele kleurverschillen die dus als je er dicht op staat kunt zien? Ja. Is dat ook experimenteel? Doe je dat van tevoren of doe je dat rechtstreeks op die plexiglaskant? Dat is echt van tevoren allemaal beslist geweest. Dus digitaal werk ik het uit. Het is een proces van ongeveer een maand of twee per werk. Daar reken ik dan eigenlijk de tekening in dat digitaal is. Dan het bewerken van het plexiglas, dat het klaar is om beschilderd te worden. En dan natuurlijk alle kleuren mengen en aanzetten en zo. Dat alles tezamen is toch een proces van een maand of twee in totaal. En daar kan ik dan eigenlijk geen fouten in permitteren. Eén vlak verkeerd is eigenlijk het volledige werk dat dan niet juist is. Dat kun je niet restaureren? Het is zodanig moeilijk, het afkrabben van de verf. Dan kun je eigenlijk beter zeggen, ik begin opnieuw. Dus als we bij vlak nummer 2 of 3 zitten, dan zou ik zeggen, begin maar opnieuw. Maar bij vlak nummer 100, dan wil je dat eigenlijk niet meer opnieuw beginnen. Dus, Nee, dat begrijp ik. Maar is het ook zo, misschien is de vergelijking raar, zoals je ook van die kleurplaten hebt, maar daarin de kleur, is het ook zoiets of niet? De paint by numbers, het heeft er wel inderdaad wat van weg. Zodra ik in het atelier bezig ben, dus het hele creatieve
is een proces van een dag of twee, drie, dat ik het digitaal uitteken. Als ik dan tevreden ben, dan laat ik dat even rusten, kom ik daar nog een keer op terug. Als ik dan nog tevreden ben, dan wordt het een echt schilderij. Maar uiteindelijk, als ik in het atelier bezig ben, is bijna alleen maar arbeid en uitwerking. Ja, dat is natuurlijk de vakmanschap wat je nodig hebt om dat wat je in je hoofd hebt te kunnen doen. Ja, zo ben ik ook wel. Ik houd het twee apart. Dus het creatieve gebeurt op één vlak en dan inderdaad het uitwerken, wat dan inderdaad, zoals je zegt, het vakmanschap is, dat gebeurt dan daarna. En dan kan ik de twee ook niet meer vermengen, want ja, je laat je afleiden, hè, natuurlijk. Het per ongeluk en zo is natuurlijk wel heel fijn. Vandaar dat ik ook andere werken maak waar ik iets meer experimenteel durf te werken. Als ik daar een keer een fout in maak, kan daar iets in zitten dat interessant is. En dat trek ik dan wel mee in de andere werken. Ja. Voel je je dan ook ongelukkig om dat woord maar eens te gebruiken als het dus naar iets anders toe moet, of niet? Nee, ik voel me daar zeker niet ongelukkig in. Om een fout te maken en dan daar iets nieuws uit te leren. Ik heb het graag. En daarom dat ik het ook altijd allemaal zelf doe. Ik geef dit ook niet uit handen, puur om het feit dat als ik het niet zie hoe dat het gebeurt, kan ik ook niet zien hoe dat ik het kan manipuleren. Als ik het allemaal laat doen, dan verlies ik een deel van dat proces. Een bepaalde lijn zetten of een vlak inkleuren is toch iets. Je bekijkt het anders dan als je het laat doen. Ja, uiteraard. Want je geeft het uit handen en die ander heeft een andere interpretatie. Ook al staat dat erop. Ja, compleet andere visie. Maar het is toch vooral voor jezelf om naar de toekomst te werken dat het belangrijk is. Dat je kunt zeggen van, moet je even uitleggen naar de toekomst? Dus je kunt vastgeraken in een manier van doen, dat je zegt van dit vind ik heel erg mooi, dus ik ga dat blijven doen. Als je dan iemand hebt die dat voor jou kan blijven schilderen, dan denk je daar geen twee, drie keer over na. Of dat je het weet, dan ben je twee, drie jaar verder en heb je tientallen gelijkaardige werken. Terwijl als je zelf het doet, dan durf je al een keer te zeggen van ik ben er eigenlijk beu om dat zo te doen. Ik ga dat een keer zo proberen, ik ga het een keer zo doen. En dan kom je eigenlijk tot nieuwe werken. Dit begrijp ik, maar jouw beu zijn, komt dat voort uit jouw hersenen, uit jouw intuïtie, uit je gevoel of een combinatie van die drie? Komt denk ik uit mijn geduld. Ik heb niet ongeduld? Ja, ongeduld, absoluut. Ik ben opgegroeid natuurlijk met heel veel tentoonstellingen te zien en dan kunstboeken te kopen. En die kunstboeken, dat is een opeenstapeling vaak van een carrière van 20, 25 jaar. En in deze tijd, waar dat zo snel gaat, bij mij is het dan altijd van, oh kijk, die kunstenaar die doet zoveel verschillende dingen, ik moet dat ook doen. Dus ik ben eigenlijk altijd bezig geweest, als we mijn cv zouden bekijken van wat ik de laatste 10 jaar heb gedaan. Het is van het een op het ander, op het ander, op het ander. En dat is puur omdat ik dan, ja, oké, ik heb dat gedaan, ik ga nu iets anders doen. En nu heb ik dat weer gedaan en dan ga ik toch weer iets anders doen. Waar zit jouw constante dan in? Ergens moet er een constante zijn. Zit die in jou als persoonlijkheid of in jouw technieken? Ik durf te zeggen in twee dingen. Eén in de persoonlijkheid. Ik probeer graag wel een boodschap mee te geven. Maar ook in het feit dat ik nogal de neiging heb om perfectionisme eigenlijk. Ik heb een idee in mijn hoofd en als ik dat voorleg aan iemand, dan zegt van ja, ik zou niet weten hoe je daaraan moet beginnen, dan is dat voor mij juist de uitdaging om te zeggen, ik ga dat wel realiseren. Ik ga dat maken, ik heb dat nog niet zo gezien en ik wil dat graag wel zien en dan zien we wel of dat goed of slecht is. Dat is wel een mooi standpunt, want dat betekent dat je eigenlijk altijd door kunt. Ja, ik denk sowieso dat kunst oneindig is, ongeacht in welke vorm van kunst dat je zit. Zolang dat je geen genoegen neemt met hetgene wat je daarvoor hebt gedaan, dan is dat oneindig. Nou, stel ik even een vraag over anderen. Vind jij dat er kunstenaars zijn die te veel blijven voortborduren op hun trucje, als ik misschien mag zeggen? Mij stoort dat nu niet zo. Ieder moet zijn eigen weg afleggen. En ik kan ook wel appreciëren iemand die dat een foto neemt van zijn kat en die doet dat elke dag in een andere kamer of whatever. Also, in totaliteit kan ik dat dan wel appreciëren. En dan kan ik ook wel zeggen van, dat is toch ongelooflijk dat die mens al zijn tijd en moeite heeft gestoken om al die jaren hetzelfde te blijven doen en dan is het totaalplaatje er wel. En waarschijnlijk als die mens bezig is, dat hij ook zegt van, ja, zou ik nog altijd die kat blijven fotograferen? Maar ja, uiteindelijk is dat soms wel de moeite waard. Ja, soms komen daar goede kunstwerken uit, hè? Maar dat zal jou nooit gebeuren, denk ik.
Nee, ik denk niet dat ik ik denk zelfs volgende maand dat misschien alweer iets totaal anders is. Maar voorlopig denk ik niet dat ik mij over 20 jaar één ding gaat zijn dat mij maakt. Buiten dan, ja, dat is een visie van die mens en je ziet dat daarin. Ja. Nou, schilder jij, als ik het goed zie, hier tenminste, mensen. Is mensen jouw object? Of zeg jij, er zijn meer mogelijkheden, maar die heb ik nog niet benut of die heb ik al gehad? Nee. Mensen zijn niet zozeer een noodzaak voor mij, maar ik vind ze wel interessant. Gelukkig maar. Ja, inderdaad. Maar ja, je hebt ze toch nodig in het leven. Portretten, vooral de John en Jane Doe, waren voor mij wel... Ik wil graag een interessante blik hebben. En ik was eigenlijk bezig met mensen in de zin van het pure esthetische en niet zozeer in wat erachter ligt. Vandaar dat ze eigenlijk ook John en Jane Doe noemen. Dat zijn gewoon standaard namen. Niks bijzonders. En de achtergrond van die mensen weet ik niet. Dus is er een foto uit een magazine of op Instagram of van vrienden dat mij raakt, dan wil ik dat beeld eigenlijk overbrengen op mijn techniek. Het is eigenlijk zo dat het dan een object voor jou wordt en niet zozeer een persoon. Inderdaad. Dan wordt het puur het esthetische van die persoon dat dan nog wordt overgebracht. Frank, toen ik dit schilderij zag, waar we nu voor staan, dacht ik, zou dat nou de schilder zelf zijn? En tegelijkertijd dacht ik, wat gulpt er uit zijn mond? Het is inderdaad een zelfportret, ja. En dat is iets wat ik ook heel veel doe eigenlijk. Puur uit het idee van het goedkoopste model, dat ben ik zelf. En ik vertel graag over mijn ervaringen en dan kan ik ook beter mezelf gebruiken. Dit werk noemt woordkots. En dat is, ik heb er een beetje de ziekte van. Het is voor mij vaak heel logisch als ik een werk maak, wat ik daarmee wil vertellen. Maar ik kan het vaak niet goed uitleggen. En het komt er dan als een soort van woordkots uit. En het is daarmee ook dat ik eigenlijk schilder ben geworden, beeldend kunstenaar. Omdat ik heb wel een visie, ik heb wel een boodschap, maar het vertellen, dat lukt mij niet. Dus dan probeer ik het in een beeld duidelijk te maken. Ik vind overigens dat je het heel duidelijk voor mij vertelt, hoor. Maar dat terzijde. Maar die woordkots, om dat woord dan maar te gebruiken, daar zit iets negatiefs in, terwijl ik het niet als negatief zie. Dat bedoel je waarschijnlijk toch niet? Nee, ik bedoel het niet zozeer negatief, maar het is meer een zelfbewustheid dat is. Dat ik weet wie ik ben, wat ik ben, wat dan mijn tekortkomingen zijn, wat dan mijn voordeel, positieve dingen zijn. En spreken, schrijven, dat zijn niet mijn positieve dingen, maar ik kan daar wel iets mee op een andere manier, zoals schilderen of tekenen of sculpturen maken. Iets over de techniek, zonder al te gedetailleerd te zijn. Je hebt iets gedaan, je hebt iets weggehaald, kan ik wel zien, waardoor er een soort spiegel ontstaat. En dan vervolgens heb je ook nog lijntjes gebruikt. Kan je daar kort iets over zeggen? Ja, dus eigenlijk de techniek is een lijntekening dat wordt aangebracht aan de voorzijde van het plexiglas. In dit geval heb ik dan een deel weggelaten wat dan echt het vloeisel is van de woordkots. En dat heb ik dan opgevuld met een spiegelplaat, een gouden spiegelplaat. Ook als een soort van zelfreflectie van mezelf. Dat ik staar eigenlijk ook naar de spiegel dat dan op de grond voor mij gecreëerd wordt. Zie ik ook een soort verbazing in je blik, of niet? Ja, absoluut. Wat komt er nu weer allemaal uit, is het vaak. Ik ga dat hier na de interview ook wel hebben, want dat heb ik nu eigenlijk allemaal weer gezegd. Dat kan je straks nog horen. Ja. Het blijft wel liggen, hè? Ik bedoel, ga je er nog iets mee doen? Ik bedoel, als ik het beeld even hier geschetst zie, ga je nog iets met dat beeld doen later? Of zeg je, het is nu af, op naar het volgende? Het is af en op naar het volgende. Ik ben wel iemand die dan graag, als ik het onderwerp heb gedaan, dan ga ik voort. En het is waarschijnlijk uit rust uiteindelijk in mijn hoofd, van dit is wat er nu in zit. Ik heb dat eruit kunnen doen en ik hoef daar nu ook niet meer over na te denken. En het bestaat en daar ben ik heel tevreden mee. Hoe reageren toeschouwers? Hoe reageren die hier nou op? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, dit is iets negatiefs. Ja, ik vind dat niet, maar ik kan me voorstellen. Of interesseert je dat niet? Niet zozeer dat het mij niet interesseert, maar ik
Ik laat het bij me neerliggen. Het is niet mijn zaak. Dat is niet mijn bedoeling om iemand af te stoten. Maar als dat een gevoel is voor die mens, dan is dat zo. Ja. Daar kan ik ook niets aan veranderen. Maar voor mij maakt dat niks uit. Dat gaat voor mij niks veranderen, alleszins. Laat de mensen in hun eigenheid ten aanzien van jouw kunst. Ja, maar het is voor het positieve ook. Als mensen heel positief zijn, het is super fijn om dat te horen. Maar dat is niet mijn bedoeling. Dat is niet wat ik mee bezig ben. Ik maak niet iets in de hoop dat ik dan bejubeld word. Ik maak iets omdat ik uit noodzaak dat ik dat graag wilde maken. Ik ben altijd benieuwd, maar ik weet dat je daar geen antwoord op kunt geven. Wat is dan die noodzaak? Ik bedoel, ik snap wat je zegt. En toch kan ik het niet vatten, snap je? Want kan je dat verwoorden of niet? Ik zal mijn best doen. Voor mij is het een fysieke noodzaak. Ik word werkelijk ongelukkig als ik merk dat ik een dag of twee niets op papier heb gezet. Dan word ik ongeduldig. Mijn vrouw wordt daar niet gelukkiger van. Jouw kindje ook niet. En mijn kindje ook niet. En mijn vrienden om mij heen ook niet. Ik heb iets in mijn hoofd zitten. Dat moet eruit. Of dat dan nu gezien wordt door 100 mensen, 1000 mensen, 0 mensen, dat maakt niet uit. Ik moet dat op papier hebben gezet. Dat is de ware drift die in zit. Absoluut, ja. Dat is, ja, het is bijna een ziekte. Breda Nu.